Hij is er gewoon zelf. Theo Bos, de zieke trainer van FC Dordrecht, zit bij deze wedstrijd. Ziet, hoort en voelt alle mooie steunbetuigingen hier in Dordrecht aan zijn adres. Iedereen betuigt zijn steun aan Theo Bos. Hoe denk jij dat Theo Bos deze wedstrijd heeft beleefd? Je zat naast hem. Wat ging er door hem heen? Kon jij dat voelen? Nee, zoals altijd volgens mij. Rustig, kalm, observerend en zijn mening geven. En ik heb ook een paar keer gezegd, heb ik ook tegen hem gezegd, lief zijn. Dat zeiden we altijd tegen elkaar als hij wat ding. Lief zijn. En ook altijd leuk hè. Nou, dat deed hij continu. Leuk hè. Lief zijn. En ja, observerend en gewoon wat hij altijd doet. Kijkend en op details letten. Dus ja, zoals normaal. En toen we scoorden, juichte hij ook. Dus zoals hij altijd deed. Er was een enorme steunbetuiging. Hè? De sfeer van de hele avond hing rondom Theo Bos, die op de tribune zat. Hoe heeft hij dat ervaren? Ja, weet ik ook niet. Kijk, Theo is Theo. En volgens mij genoot hij ervan. En vooral zeg maar, wat ik erg mooi vond, was dat publiek die in de vijfde minuut dat iedereen ging staan en staan en klappen. En dat deed volgens mij wel wat. Dat kan ook niet anders. En dan ziet hij hoe een warme clubje waar hij zit. En hij gaat nu werken aan zijn genezing. En ik ben van overtuigd dat hij, als hij helemaal weer 100% fit is, dat hij deze groep weer leidt. En dan, ja, dan weet ik zeker dat Dordrecht weer verder gaat kijken. En hier komt hij dan, die bevrijdende treffer. Toch Lopez op aangeven van Gielissen. Die dat mooi doet, onbaatzuchtig doet. En zo staat het 1-0. En Theo Bos ziet dit. Trainer, deze is voor jou, staat op je shirt. Jij kan zeggen, deze zijn voor jou. Kan jij de sfeer beschrijven waarin de voorbereiding en de wedstrijd zelf hebben plaatsgevonden bij jullie? Ja, toen we het nieuws hoorden was het heel erg drukkend natuurlijk. En iedereen was geschrokken. En de trainer die het vertelde en de voorzitter, iedereen was emotioneel. En ja, dat merkte hij ook gewoon in de groep. En de afgelopen weken zijn, hoe moet je dat zeggen... voor sommigen lastig, want het is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. En ja, gelukkig is de trainer heel erg strijdvaardig en wij steunen hem daar volop in. Is het moeilijk geweest om je op voetballen te focussen? Nou, wat ik zeg, in het begin dat we het hoorden, was het, dat sloeg in als een bom. En daar hebben we heel veel over moeten praten. En dat zag je ook gewoon bij jongens, dat het echt raakte. En dat zag je ook bij de clubleidingen. En ik heb nog nooit een technisch directeur zien huilen en dat slaat echt in. En de trainer, wat ik al zeg, strijdvaardig. En die zegt van jongens, ik ben aan het strijden en ik wil dat jullie dat ook blijven doen op het veld. Wij staan altijd achter de trainer. Hoe vond je dat hij er was? Ja, fijn. Ik heb hem nog niet gezien, maar het is mooi dat hij er is. En wat ik zeg, ik hoop dat hij elke week gewoon weer is. En je merkt, er valt ook een last van de jongens af met de eerste wedstrijd. Veel publiciteit eromheen. En ja, wat ik zeg, iedereen wil het laten zien. Het was niet echt de wedstrijd zoals we de meeste thuiswedstrijden spelen. Maar uiteindelijk hebben we dat toch in een overwinning kunnen ombuigen of naar onze hand kunnen zetten. En ja, dat is gewoon heel fijn voor een eerste wedstrijd. En dan komen pittige wedstrijden aan. En in ons achterhoofd dat we voetballen voor de club, voor jezelf, maar extra een stapje voor de trainer. Ja. Hier is Lopez. Die ziet de keeper ver uit zijn goal staan. Die probeert het en het lukt. 2-0 Cecilio Lopez. Wat een heerlijke, mooie goal. En Cor Varkenvisser kan alleen maar kijken hoe die bal in dat net gaat. En ja, muts is af. Hij vindt het mooi. Deze was voor Theo Bos de 2-0 van FC Dordrecht tegen Telstar. Ik heb daarom ook maar twee dingen te zeggen. Dat is gefeliciteerd Dordrecht en succes Theo. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Voor de rest wil ik niet op de wedstrijd inhalen.